Helemaal leuk je kijken naar een nieuwe vlog. We zijn nu onderweg naar Amsterdam. We rijden nu precies langs Schiphol. Daar staan de vliegtuigen. Ik wil ook op vakantie. We gaan nu naar Amsterdam toe omdat mijn moeder graag... hoe heet het ook weer? Mendy's bloemen. Iets. En dan wil ze graag een mooi bloemstuk halen en paalstakken. Dus dan gaan we even kijken. En dan gaan we waarschijnlijk even wat lekkers eten daar zo. Dus daar zijn we nu nog onderweg. We zijn er. Oh, het is druk. Het is inderdaad druk. Oh, leuk. Ja, het is wel druk inderdaad. Dan kunnen we even wachten. Nieuw zeg maar aan het samen, een beetje aan het samenstellen bij mijn moeder op de keuken. En ik vind het zo leuk. Hier zijn ze nu echt bloemen voor aan het uitzoeken. En ik vind het echt leuk bij elkaar staan. Kijk, dit is dan vooral op de keuken dadelijk. Mijn moeder heeft net echt super leuke dingen uitgezocht zoals jullie konden zien. Nu wouden we eigenlijk even een broodje gaan halen, maar het zijn allemaal rare broodjes of niet echt iets heel erg lekkers. Dus nu lopen we terug. En nu wil ze ook nog dingen voor de eettafel. Hallo? Oh, weer hier. We zijn alweer bijna thuis, maar we hebben eigenlijk nog... Sorry, jongens, dat is wel... We hebben nog niks gegeten, dus nu zijn we gestopt bij de Lady Frans. Oh, allebei. Om een mooi carpaccio te halen, alleen hij is gewoon echt mega groot. En weet die carpaccio of die saus erop. Oh, zo lekker uit. Ja, maar zo te doen. Het even een halve stokbrood door de middag sneden aan mijn moeder geven. Dat is echt een beetje. Wat een snetje besteld. Kijk. Het is wel lekker, we hebben nog niks gegeten. Alleen een. Nee? Geta? Jawel. Morgen. Zijn we nog even? Ik had twee croissantjes en. Oh ja. En een broodje. Zeg maar. Dus dat was één op Geta vandaag. Dus nu ga ik dit lekker eten. Zo, ik ben even lekker broodje aan het opeten. Verder is mijn moeder ook echt super goed geslaagd. Ze heeft echt hele leuke dingen gehaald. Dus dat zal ik jullie ook dadelijk wel even laten zien. Want ze heeft voor de keuken allemaal nieuwe bloemen en hele leuke dingen gehaald. En voor op de eetset. En nu zie je een man. Die is aan het slapen. Met een bloedlip. Ja, oh, zo lekker. Helemaal bloed. Ik kan eten terwijl we gaan eten. Dus nu gaan we verder naar huis. Het is al 4:15. Dus eigenlijk best wel laat. Maar ja, we gaan dadelijk ook tacos eten. Heb ik. Oh, daar gaat het weer. Bloemen! Zo, dit zijn alle spullen. Oh, de deur gaat dicht. Shit. Het is echt heel veel. Ik zal het zo een beetje. Deze ook zo leuk. Kijk hoeveel het is. Mijn moeder is even Puk uitlaten, dus ik ben nu even alle spullen een beetje aan het uitpakken en aan het neerzetten. Ik ben nu bezig met deze. Hij is nog niet, zeg maar, klaar, want er moeten nog dingen. En deze, maar deze was ik nog mee bezig om het neer te zetten. En verder hebben we nog bloemen en dingen allemaal voor de keuken. En hier hebben we nog dingen voor je in en hier allemaal dingetjes. Dus dat zijn we nu aan het uitpakken. Mijn zusje had vanochtend hier de spiegel neergezet. Dus ik weet eigenlijk niet waarom die hier staat. Maar in ieder geval... dat ga ik nu allemaal uitpakken, want er zitten echt nog echt hele leuke dingetjes allemaal in. Hier hebben we dit gezet. Ik vind het zo leuk staan. Hier dat gouden en dan hebben we die was die er eerst stond. En nu hebben we deze hebben we hier gezet. Ik moet even een rondje lopen. Kijk hoor, een beetje troepje nog, maar deze moet ook even weg. Kijk zo. Ik vind het echt heel leuk. Die vind ik ook heel leuk. Ik vind alles leuk. Die vind ik leuk en die vind ik ook leuk. En een kaars staan niet aan, maar vind ik al die kleurtjes echt leuk. Ja. Kijk, nu heb ik de kaarsjes hier ook van aangezet. Ik vind het zo leuk staan. Ik heb net al avond gegeten. Het was echt super lekker. We hebben tacos gegeten. Nu ga ik even mijn kamer opruimen. Want er liggen een beetje veel troepjes. En daarna ga ik Netflix kijken. Morgen ben ik lekker vrij. Dat is echt fijn. En moet ik alleen heel misschien heel even naar de winkel. Omdat er wat topjes op de foto moeten. En waarschijnlijk moet ik even mijn oma een nieuwe betaalpas halen. Dus dat is wat ik morgen ga doen. Maar ik ga zo lekker Netflix kijken. En dan ga ik slapen. Dus dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen. Ik loop net de woonkamer in. En de woonkamer ziet er, omdat je nu weer een nieuw inloop, zo leuk uit. Ik ben echt helemaal verliefd op al deze dingen. Het is zo leuk. Ik wil even broodjes... in de oven gaan gooien. Dus dat ga ik nu doen. Die staat aan. Die staat opwarmen. En ja, dat ga ik nu even doen. Ik ben echt net wakker dus. Dat kan je ook wel zien aan mijn hoofd. Ik heb ook aan mijn moeder gevraagd naar de aardbeiendrijving. Ik zit echt naar mezelf te kijken. Ik zie eruit.
In ieder geval, ik heb gevraagd aan mijn moeder of naar de aardbeien heen gaan. Dus ik wil er heen gaan. Oh, de broodjes zitten. Oh, yo. De broodjes zitten erin. En dan dus gaan mijn moeder ook lekker eieren maken. Ik heb me net even omgekleed. En ik ging kijken bij de aardbeiendrijving in Hazerwoude, volgens mij is dat. Ja, dat is daar. Daar ben ik vorige ook geweest. Maar die is door de week dicht. Echt jammer, ik had daar super veel zin in. Ik heb me dus net even omgekleed. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb deze tas om. Dit jasje is van Janice Store. Dit pak is van Rotator of zoiets. Elke keer vragen mensen. Maar volgens mij is het dan van dat merk. Als je opzoekt, maar kan je het dan wel vinden. Die broek is daar ook van. Alleen nog een beetje verkreukeld. Heel irritant. Maar echt geen zin om het te stomen dus. Dat en deze schoenen. Nu gaan we even foto's maken op de winkel. Want ik moet van een paar topjes nog foto's maken. Want die wil mijn vader graag online hebben. En daarna gaan we naar Sligo om wat spullen te halen. Dus ja, dat is wat ik vandaag ga doen. En ik wil trouwens deze ook denk ik even vandaag of morgen weer om mijn tanden gaan doen. Want ik hoop echt dat het wel wat witter van wordt. Dus dat ga ik denk ik als ik thuis kom weer opdoen. We zijn nu klaar met foto's maken. Maar ik heb net mijn been verbrand. Oh mijn god, ik mijn haar ook. Ik ga stuk. Maar ik heb net mijn been verbrand. Ik doe even mijn haar goed. Aan de stoommachine, want ik had een broek aan, die grijze broek zeg maar. En daar had kreukels in, dus ik zei doe even stomen. Maar ja, het ging dus op mijn been en nu is mijn been dus... Dit doet zoveel pijn. Nou, zoveel pijn ook niet, maar het brandt gewoon heel erg. Dus echt weer iets voor mij. Ik ben alweer een poosje thuis. Ik heb net even van die verse sushi gegeten van de Albert Heijn. En ik vind dat echt heel erg lekker. Dus dat heb ik net met mijn moeder even gegeten. En nu ging ik kijken naar die brandwond op mijn... been. En hij is eigenlijk best wel erg. Kijk, hier is hij zeg maar. Het is echt wel een grote plek. Want mijn broek was helemaal verkreukeld. Oh. En ik zei tegen Chilla, doe maar gewoon erop. Probeer maar. Toen zei ze, nee, ik kan het niet doen. Ik zei, ja, doe nou maar. En toen echt deed het pijn, maar niet zoveel pijn. En nu heb ik gewoon echt een hele rode plek. Oh mijn god. Echt erg. Ik ga stuk op mezelf. Alleen ik doe dit ook weer. Ik was mijn serie even aan het kijken en toen dacht ik ineens, dit wou ik nog doen vandaag. Dus dat ga ik nu op mijn tanden doen. Ik ga even hier zitten, want dan kan ik het makkelijker filmen. Dit had ik volgens mij in mijn vorige vlog of de weekvlog daarna ook gedaan. En dit is dus voor wittere tanden. Dit moet je 30 minuten erop laten zitten. En ik heb nog een kortingscode lopen. Ik zal hem zo even opzoeken. Ik weet even niet wat de kortingscode was. Maar er was volgens mij iets voor 20% korting of zo. Dus dat ga ik zo even opzoeken. Maar in ieder geval, ik ga dit nu even op mijn tanden doen. Ik heb het even opgezocht en het is zelfs 50% korting. Met de code Juwenne50 en dan zonder hoofdletters of iets. Krijg je 50% korting en deze loopt tot eind maart als het goed is. Even kijken hoor. Ja, loopt tot eind maart. Dus als je dan op een site wil kijken, kan je dus het bestellen met 50% korting. Er zitten 14 behandelingen in. Het is helemaal vegan en ja, dat dus. Ik ga het nu even op mijn tanden doen. Vorige keer had ik het gevoel wel dat dat hielp. Maar ja, er zitten natuurlijk 14 behandelingen in. Dus als het goed is, moet het dan nog beter worden. Ik heb hier even kijken. Hier heb ik ze. En dan is deze voor de onderkant en deze is voor de bovenkant. Ik ga het nu opdoen. Het is best wel lastig om erop te doen hoor. Kijk hoor. Zo. Alleen gaat het nu wel een beetje raar praten. Zo. Ja, zo mijn lip even hangen. Nu ga ik de onderkant doen en die was wel iets moeilijker. Even kijken hoor, dat ging zo. Die kreeg ik de vorige keer niet zo goed op. Oké. Okay. Ze zitten nu allebei op. Een beetje raar ziet het eruit. Ik ga ook weer niet slissen. Maar dit moet dus nu voor 30 minuten erop zitten. Het is vandaag dinsdag. Ik heb mijn winterjas weer aangedaan. Want ik moet door de regen op de scooter. Echt geen zin in. En ik heb hier ook een pukkeltje. Oh, verschrikkelijk pukkeltje. Het is echt een dikke pukkel. Dus dat ga ik nu doen. Door de regen. Oh, ik heb zo geen zin in. Ik haat dat. Ja, ik ben weer thuis van werk. Er heeft een vogelkaktel en het regent zo hard. Maar ik ben gelukkig weer thuis. Och, mijn zusje heeft de fiets midden erin gezet. En nu kan ik mijn scooter er niet in. Even wachten.
Kijk. Het fiets zit echt in het midden. Nou, een soort van. In ieder geval, ik ben weer thuis. Het was lekker aan het regenen. Heel fijn. Dus dat. Nummer 4. Ik hou niet van regen. Ik haat regen. Ik ga even kijken of ik een doekje in me. Ik heb een servetje hierin zitten. Ik ga het kakte afhalen. Gadverdamme. Oké, ik ga echt over mijn nek. Gadver. Het is ook zo'n hele veeg. Het wordt helemaal misselijk. Ijoh, het zit ook hier. Zo. Nou, Rick is zoals het goed is ook bij mij. Oh shit, ik zit vast. Rick, heb ik mijn sleutels? Ja, ik heb mijn sleutels. Jezus, wat een gedoe. Rick is als het goed is nu ook bij mij. Dus dan, dat is gezellig. En we gingen sushi eten, want mijn oma is weer bij ons. En als mijn oma er is, mag ik dat kiezen wat ik wil eten. Wij hebben hier, zeg maar, in het complex, hebben we een hok. En daar moet je het vel weggooien. Nou, ik vind het dus echt fucking eng. En dan moet je het openmaken en dan ben ik altijd bang dat iemand in zit. Nu gelukkig niet. Maar als ik het openmaken, ik echt zo van, is er niemand in? En ik zei laatst tegen mijn man, dus mijn man ook bang dat er iemand in zit. Dus ja, ik ga nu naar boven. Oh, we hebben lekker sushi gegeten. Ik was echt te lui om mijn camera te pakken, omdat ik echt trek had. Dus ik zit echt vol. En kijk, daar is Puk. Zie Puk. Hij zit de hele tijd, daar zit ook mijn oma. Maar hij zit de hele tijd vanaf daar, heb Puk. Zit hij naar mij te kijken. Hallo Puk. Pukkie. Hij zit de hele tijd naar mij te kijken. Hij heeft honger. Yo, ik spuug. Ik spuug. Ik ging ze halen. En toen ging ik even kijken of ik ze misschien wou. En ik wou ze. Dus ik ga ze even aan jullie laten zien. Ik heb mijn camera even zo neergezet. Want ik wist niet hoe ik hem anders moest neerzetten. Maar het zijn in ieder geval deze. En dan. Als ik de doos openmaak. Dan zitten deze erin. Kijk, ze zijn nu. Door het licht zijn ze. Geven ze licht. Kijk. Ga je dat doen? Ja, je moet even. Scheef licht, zie je? Ja, het is, ja, dat is sowieso. Dus in ieder geval, het zijn deze. Alleen je moet even voorstellen dat het geen licht geeft. Want het echt geeft helemaal niet zoveel licht. En nu is deze camera wel erg. Maar ze zijn met beige en het grijs. En ik had ze net aan. En ze zijn zo leuk. Echt heel blij mee. Dus dat zijn die. Ik heb ze weer gekregen. Niet gekregen, zelfs taal natuurlijk. Maar ik heb ze weer gefixt voor mij. Hè? Op Insta is het Your Taste Sneakers. Als je hem volgt. Ja, dat is leuk. En hij heeft nu een winactie online, dat moet ik ook even zeggen. Oh ja, hij wil het even laten zien. Ja, jullie moeten even allemaal. Even tegenbij. Kom maar die zit daar, joh. Ja, dat wil jij. Alleen in het spiegelbeeld. En jullie moeten even meedoen met de winactie. Druk even op. Ik loop al heel de avond op mijn nieuwe schoenen. Ik heb ze al heel de avond aan. Ik ben echt niet helemaal goed. Vond je zo leuk. Leuk, leuk. En mijn knot. Dat is ook leuk. Het gaat er niet in mijn hoofd. Het is al woensdag. Ik begin pas te vloggen. Het is al iets van 3 uur bijna. Ik ben al heel de dag bezig met foto's maken. Ik heb nu even dit aan. Ja, kom! Ik heb nu dit aan, dit shirtje. Met deze broek en deze hakken. En ja, moet eigenlijk niet heel veel meer. We hebben eigenlijk best wel veel gedaan. En er wordt altijd heel erg veel gevraagd naar mijn witte blazer die ik aan heb. En we hebben deze keer ook heel veel leuke nieuwe blazers binnengekregen. En ook in het wit, deze. Deze met maten, die valt meer oversized. En even kijken. Oh, daar nog een witte. Deze. Dit is het 1 maat, dus deze. En die valt ook erg oversized. Dus we hebben dat ook die hele leuke blazer al binnengekregen. Dus ja, we zijn even druk bezig met foto's maken. Eigenlijk is vanochtend ben ik me snel gaan omkleden en mijn haar gaan wassen. Want ik moest een beetje opschieten.
Dus had ik even geen tijd om te filmen. Maar ja, dat zijn we nu aan het doen. En ja, ik heb echt heel erg veel soep gegeten. Ik ben er echt een beetje misselijk van. Nou, niet misselijk, ik ben meer, ik zit zo vol. Eigenlijk is het echt slecht, want elke woensdag maak ik mijn oma dan soep op de winkel. En dan heb ik echt zo'n buik. Na het soep eten, eigenlijk best slecht. We hebben nu allemaal zomerse dingen en dan is mijn buik zo opgeblazen. En ik echt dan, pff, voel me zo dik. Ja, ik ga nu even de foto's bewerken en dan, daarna gaan we verder. We zijn weer klaar. Ik heb vandaag eigenlijk niet zoveel gefilmd, want er was iemand ziek. Dus we moesten alles met z'n tweeën doen. Dus ja, dan heb ik ze niet zoveel gefilmd. Ik ga nu nog even berichtjes doen en dan gaan we zo weer naar huis. Ik ben net weer thuis. Die knolt, ik ga stuk. Dit is trouwens wat ik aan heb. Dat wou ik nog even laten zien, want oh, mijn kop heeft een beetje raar. Ik heb mijn nieuwe schoenen aan en ik vind ze zo leuk staan. Echt, love it. Deze zijn zo leuk. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dus dat wil ik even laten zien. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb het even omgekleed en opgemaakt. Want ik moet zo weer werken. Dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb dit leren jasje aan van Joanna Store. Die hebben alleen niet meer online. Wel nog een paar in de winkel, wat ik weet. Dit topje is ook van Joanna Store Body. En deze broek van de Zara. Ik wil echt wel weer wat meer skinny broeken. Die wat hoger zitten en gewoon strak. Want ik vind het eigenlijk wel weer leuk staan en ik ben wel een beetje klaar met die vervelende broeken die zo los zitten en voor gemeten zitten. Dus dan wil ik even op de Zara weer bestellen van zulke broeken. Moet ik even kijken of ze leuk hebben, want ik wil graag met gaten. Want ik zag bij iemand op de winkel zo'n broek. Ik dacht echt, ja, is echt wel weer leuk. Dus ik wil even zo'n broek bestellen. En ik moet dadelijk om 5 uur moet ik bij Louis Vuitton zijn. Want dan mag ik mijn tas eindelijk ruilen. Dus ze kunnen natuurlijk ook weer half open, zeg maar. Dus dat ga ik vanmiddag doen. Dan moet ik om 5 uur zijn. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Maar ik ga nu even eten en dan ga ik zo werken. We zijn nu in de Bijenkorf garage. We gaan nu even de spullen opruimen. Oeh, yo, hij komt er tegenaan. Oh, hij komt er tegenaan. Oh, hij gaat omhoog. Ga naar beneden. Dat doet hij toch niet? Oh. Lukt toch niks. Oh. Oh, hoe gaat hij nou open dan? Achteruit. Oh. Nou, in ieder geval, we zijn er. Oh, maar dan kan hij sowieso niet verder omhoog hoor. Nou, een laag garage. Dat is wel een beetje raars. Nou, in ieder geval, we zijn er. Oké, ik ga het nou nog een keer proberen. Kijk hoor, waar gaat hij open? Hier. Oeh. Oh. Oeh, komt hij weer tegenaan. Wacht, ik haal het er snel uit. Komt er tegenaan. Snel, snel. Oh, waarom komt dit eruit? Jezus. Nou, wat is dit iets voor achterlijks? Niet beschadigd, gelukkig. Oh. Ik heb mijn tas geruild. Hij is echt heel erg mooi. Ik heb ook gelijk mijn initialen erin laten zetten. Ik heb ook voor mijn moeder wat borden gehaald. Dat is echt best wel zielig, want boven heb je natuurlijk al het, nou ja, niet boven, elke Bijenkorf, maar in Rotterdam heb je dan al het servies en dat soort dingen. En dat was gewoon helemaal niemand. Al die mensen. Ik kan gewoon weg door, hè? Ja. Okay. Al die mensen stonden daar stil en niks te doen, vond ik echt wel zielig. Maar ja, zo weinig mensen in de Bijenkorf heeft natuurlijk ook niet zoveel zin. Hallo? Met je dikke kont, ja, ja. Gas opzij. Maar ja, ik heb de tas gehaald, ben er echt heel erg blij mee. Nee, zij. En nu gaan we weer naar huis toe. We zijn weer thuis en nu gaan we lekker pasta pesto maken. Echt heel lekker. Oh, ik ben ingezoomd, hè? Ben je uitgezoomd? Ik was ingezoomd. Oh ja. En ik heb het bij de Bijenkorf. We moeten wel graag een nieuwe soort borden, maar dan voor pasta. En we hebben deze gehaald. Ze zijn echt heel mooi. Echt heel leuk. Waarom ben ik ook zo scherp? Kijk. Echt mooie schalen vind ik het. En dan leuk voor je pasta inderdaad. Mmm, oh, zin in. Zo, het is klaar. Oh, het ziet er zo lekker uit. En doe dan nog rucola en pijnboompitjes. En oh, dit is zo lekker. Ik heb er echt zin in. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Eindelijk. Ik hou echt als het vrijdag is. Vrijdag is altijd de leukste dag om te werken op de winkel. Want dan is Mart voor de deur en zo. Dus dan is het altijd gezellig. En dan is het niet, even de raam open, is het niet saai. Dus het is eindelijk vrijdag. En de zon schijnt ook eindelijk weer. Ik weet niet of je het gezien. Nee, het is een beetje overbelicht. Maar eindelijk schijnt de zon weer. Het is eindelijk niet saai en regen of donker weer. Dus daar ben ik echt blij mee.
Maar ik heb hem even omgekleed. Ik heb deze trui aan van Joanna Store. Deze tas en een grijze broek van de Zara. En ik heb zo weer rijles. Dus ik kom me zo ophalen. Ik hoop dat het wel iets beter ging dan de vorige keer. Want de vorige keer ging weer iets minder. Dus ik ga even mijn tanden poetsen. En dan komt ze me zo ophalen. En dan zet ze me gelukkig weer af bij de winkel. Dat vind ik wel erg fijn. Dus ik ga nu mijn tanden poetsen. En dan ga ik zo weer rijden. Ik ben net al, nou ja, net. Ik ben eigenlijk al zo in leven aan het werk. Vind maar... je oh ja, mag af. Ik ben al een tijdje klaar met mijn rijles. Maar het ging eigenlijk wel goed. Nou, het ging eigenlijk niet goed. Er ging iemand aan het tikken. Oh, iemand tikken. Maar het ging... Ik moest wel twee keer inparkeren. File parkeren. En alle tweede keren zo, hoppa, stond erin. Niet. Ja. En één keer moest ik hem... Zij had een moeilijk plekje voor me gespeeld. Heel klein, moet hierheen. Dat kan niet. Ga je maar kijken. Ja. Oh. Het was een heel klein stukje. En ik had eigenlijk niet gezien dat het zo klein was. En toen reek ik hem zo in. Ze zegt zo. Dat is goed. Dat is wel moeilijk. Maar je hebt wel zo ingegeven. Goed hoor. Ja, maar het rijden ging wat minder. Het werd allemaal heel veel. Zo. Ik moest allemaal veel dingen doen, weet je wel. Ja. Dus het werd me allemaal een beetje te veel. Dus ik ging alles tegelijk doen. En het ging niet meer zo goed. Oh. Maar in ieder geval, nu gaan we even bloemen halen voor mama. Want de echte bloemen raken op. Die zijn dood. Ik ben weer thuis. Mijn moeder die ging naar huis. Dus ben gelijk met haar meegegaan. Want was, ze waren al met z'n vijf op de winkel. Dus ik dacht, ik ga lekker naar huis toe. Want weet je waarom niet? Hé, hey, Puk. Ruik ik lekker? Wat ben je aan het doen, Puk? Ik ben mijn schoen aan het uitdoen. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Kom hier. Au. Hallo, Pukkie. Ik heb net mega grote aardbeien gehaald en roze chocola van die sprinkels. Dus ik ga zo aardbeien met chocola maken. Dat is zo lekker. Dus dat ga ik zo doen. Hallo, Puk. Hallo, Pukkie. Puk, wat ga je doen? Ga je doen? We hebben net op het plein voor ons hebben we ook weer allemaal nieuwe bloemen gehaald. Ze liggen hier. Dus die gaan we weer in die vaas doen en zo. Leuk zo weer. En dan moeten we deze bloemen hebben we dan ook nog voor deze. Die zijn ook al een beetje dood gaan kijken. Ik heb dus bij de Albert Heijn deze mega aardbeien gehaald. Hé, hey man, leuk. Ja, je zag een hap. Je zag even een hap neem je arm. Oh, een appel was op de heen. In ieder geval, ik heb dus deze hele grote aardbeien gehaald. En heb ik dus deze chocolade roze en deze sprinkels bij gehaald. Dus ik dacht, leuk, eigen chocolade aardbeien maken, want ik hou daarvan. Dus, dat ga ik maken nu. De aardbeien hebben schoongemaakt. Ik heb hier die sprinkels in gedaan. En mijn moeder is nou even die chocola aan het mixen, maar we zijn een heel klein beetje verbrand. Dus die hebben we even aan het roeren. En dan ga ik ze nu hierin doen. Nog een keer indopen. Doe hem erin. Dit is wel heel lekker. Ik ben nu gewoon met mijn aardbei zo in aan het dopen. Ach, lekker. Ja, het is een beetje aardbei smaak in de hand. Nasmaak. Oké, kijk. Oh, die sprinkels op mijn nagels. Maar dat lukte niet helemaal. Dus ik heb op een gegeven moment het hier. Ik heb het gewoon een beetje overheen gestrooid. Want hier deed ik het indippen. Maar het gaat er. Omdat het zo dikke chocola is, gaat er helemaal naast. Zoals je ziet. Maar ze zijn wel lekker. Ik was even mijn vlog aan het editen. En mijn zusje heeft. Yo-yo meegenomen. Zo lekker. Ik hou echt van yo-yo. Ben ik wit in de camera? Dat echt ook, maar. Heel wit.
Maar in ieder geval, die ga ik lekker opdrinken. Echt heel erg lekker. Rick komt nu naar mij toe. Dus ja, ik ga even een vlog afediten. En dan is Rick er zo. Het is al bijna 9 uur. Dus ik hoop dat dit redt voor de avondklok. Maar goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik en Rick gaan dadelijk naar Taco Bell in Rotterdam. Ik heb er echt heel veel zin in. Het lijkt me zo lekker. Ik wou toen we in Amerika waren, een paar jaar geleden, wou ik er ook al heel graag heen. Maar ik ging er ergens anders eten, dus zijn we er niet aan gekomen. Maar het zit dus nu ook in Rotterdam, dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Want dat wil ik echt al best wel lang proeven. En het lijkt me echt heel erg lekker. Ook aan de dingen die ik heb gezien bij andere mensen. Dus daar gaan we dadelijk heen op de scooter. Want ja, het is ook best wel weer lekker weer. Dus daar ben ik echt blij mee. Wat ik nu aan heb. Ik heb deze trui aan van de Zara. Deze broek van Janister. En deze schoenen. Ik ben een tijdje in de stad. En daar is Taco Bell. Oh, ik heb er zo zin in. Ik ben echt benieuwd. Oké, we hebben wat we hebben gehaald. Het is best wel veel volgens mij. Oh, lekker. Deze is echt lekker. Gaat het zo uit? Ik dacht dat van die dikke pieces waren. Die zijn niet zo lekker. Wat is dit? Dat zijn die nachos. Wat is dit? Wacht, ga je ze alles uithalen. Oh, dit is die met kippen tussen. Hier hebben we nog iets. Oh, dit is die bij jou. Dat is die harde. Wat? We hebben hier die. Ja. Is dat zo fijn? We hebben hier nog. Hebben we allemaal hier die burrito. Die patat omvat. Oh, en die patat, zo lekker. Ik heb ook kaassaus. Nou, ik ben echt benieuwd. Ik ga het nu even eten. Ik heb hier nu een soort frep met dan. Oh. Een soort frep met kip en salade. Die is zo lekker. Oh ja, dat is kaassaus toch? Oh, wil je die kaassaus openmaken? Ik ga die kaassaus proberen. Wacht. Ja, maar dat is van dit. Zet hem even zo. Ik ga de kaas proberen open te maken. Nee, dit is geen kaas. Ga ik erin doen. Oh. Het is warm die saus. Ja, dat komt dit. Anders is het wel heel lekker. Ik ga even hierin zetten. Wat doe je? Oh. Oh nee, kaas als een kind, die waren niet zo lekker. We lopen nu terug. Ik heb zo lekker gegeten. Oh mijn god, jij ook? Ja, niet een boer. Nee. Niet een boer. Echt wel, je hebt wel lekker gegeten. Nou, ik vond het wel, ik vond het oh, lekker. Ik vond het echt heel lekker. Echt blij. Ik denk dadelijk gaat het tegen mijn verwachtingen in. Maar dat ging niet. Wel echt lekker. We zijn weer thuis. Jee. En echt lief. Kijk. Mijn moeder heeft dit gehaald voor me. Zo leuk. En daar ook. En ze heeft hier. Ik wil mijn kamer weer een beetje wit ook. Dus ze heeft deze leuke kussens hier neergelegd. En Puk. Hallo Puk. En ik heb deze bloemen hier. Dus ik wil mijn kamer weer een beetje meer gezellig. Ik vind het een beetje saai. Het ziet er ook leuk uit zo. Goedemorgen. Nee, het is geen morgen. Ik ben net slaapgevallen. Echt zo slecht. Ziek uit. Eten! Oké, we hebben shawarma besteld. Nee, geen shawarma. Kapsalon. Zo lekker. Ik ben net in slaap gevallen. Het is zo erg. Oh ja, ik wou jullie nog laten zien. Ik had laatst, een paar dagen geleden dat ik mijn been verbrand, zoals jullie weten. Nu zit hier een pleister op. Alleen, het is dus, nee, ik ga het niet laten zien. Het is eigenlijk heel vies. Ik ga het niet laten zien. Er zit een heel stuk vel af. Je ziet gewoon mijn huid. Mijn vlees. Wildvlees. Gadverdamme. Oké, ik ga nu eten. Ik moet ophouden. Ik heb al een tijdje geleden van zulke kaarsen gehaald. Die we wilden draaien. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Maar nu heeft mijn moeder dus zo'n plateau hier. Zo met die kaarsen. Dus het leek ons wel leuk om van die draaikaarsen te maken. Dus dat gaan we nu hiermee doen. Daar heb je 40 graden. Water voor nodig en een zeg maar pot waar je het in kan doen en zo rollen waar je mee wat platten kan maken en dan hem daarna kan draaien. Dus we gaan het proberen. Ik heb de kaarsen nu ingehaald op 40 graden. Nu is het een kwartiertje wacht. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb een andere vaas gebruikt, want die andere was toch iets te klein en deze iets hoger. Dus ik ben echt benieuwd. We hebben er nu eentje uitgehaald en ik ga het proberen. Deze camera hier nu. Oké, ik ga die nu plat maken. Elke kant niet hem onder, hè? Oh ja.
zie. Gewoon hem onderhouden. De plat kan naar beneden zetten. Zet hem naar beneden eerst die. Hè? Zo. Nog een beetje. En nu. Ja, ja, oh, ja. Au, nu draaien. Ja, we gaan daar. Draai maar. Op onderaan, hè? Oeh. Nou, deze kan niet te ver, denk ik. Ja, is goed. Ik wil een beetje naar boven doen nu. Een beetje naar boven. Dat lukt echt goed. Kijk! Hij is echt goed gelukt. Echt leuk. Nog een beetje. Ja. Nog een beetje. Daar boven. Noma, anders gaat hij dan niet goed. Hier boven. Maar hier boven is niet gedraaid. Ja, maar moet je kijk nou. Doen. Hij is echt goed gelukt. Ja. Heel leuk. Oké, okay, ik ga er nog eentje doen. Zal ik maar iemand. Pakken. Ja, maar dan moet je de andere kant nog pakken. Oh. Vind hem nog. Ja, je moet de kaars niet per se vasthouden. Maar dat zeg je toch? Nee, dat plat, dat ding. Ja. Die is wel mooi. Kijk deze. Ja. Oh, kijk hoe leuk. Alleen die bovenkant, die is zo plat. Gaat scheuren. Ja. Zo opschieten, want ze gaan helemaal bol. Kijk deze. Maar deze is niet zo goed gelukt. Welke nee? Deze. Die draaien. Dit is zo leuk. Nee, oh, een beetje verschillend. Kijk hoe leuk deze is. Papa, die kijk. Ja. Ik heb nu deze aan alle kanten, zeg maar een beetje zo vierkant gemaakt. En dan krijg je ongeveer deze. Echt wel leuk. En bij deze heb ik zeg maar één kant heel erg plat gemaakt. Dus dan zeg maar één kant dit helemaal plat maken. En dit dan nu gewoon draaien. Het is zo makkelijk en leuk. Kijk, dan dit doe ik dan nu gewoon zo draaien. Het is ook echt heel makkelijk. Deze is plat en deze heb ik niet. Zo, deze is leuk. Kijk hoe leuk. Kijk, nu hebben we allemaal verschillende. Ik vind het echt leuk. Helemaal als het daarin staat zo. Oh, kijk die kraan. Die kraan. Ja. Vooral als het dadelijk dan zo hierin staat. Ik denk dat het echt heel erg leuk is. Ik heb ze nu allemaal gedaan. En ik heb eigenlijk gewoon maar wat gedaan. Bij deze heb ik bijvoorbeeld alle kanten een beetje plat gemaakt. Maar bij deze had ik dan weer eentje één kant heel plat gemaakt. Dus ik vind ze echt... leuk gelukt zo. Nou, ik zit weer in mijn kamer. Ik ga even mijn vlog editen en dan uploaden. Ik heb het lekker thee gemaakt. Dus die ga ik nu drinken. En dan ga ik even mijn vlog editen. En dan kan die morgen weer online. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, doe dan een duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei!